Vandaag ga ik het tweede deel opnemen van de e-learning. Nou, in het eerste deel hebben we dus het lange haar behandeld met de balayage met de highlights. En vandaag gaan we de choppy bob doen met een color blocking. Nou, we hebben dus de shoot met de modellen, met de trends, hebben we dus al gedaan. En we gaan dus met deze e-learning op de dollhead gaan we ze alle drie de knipmodellen gaan we toepassen, plus ook alle drie de kleurtechnieken. Ik moet dus wel een klein beetje rekening houden met alle kleurtechnieken die ik op de dollhead ga doen, maar dat zien jullie zo dadelijk. Nou, wat we dus gedaan hebben bij het model, en dan ga ik eerst even hierheen. Kijk, want hier is alles bij samengevat. We willen dus een boblijn, een lopachtig iets gaan maken, maar wel met beweging erin. Dat je dat choppy gevoel erin krijgt. Qua kleur hebben we gekozen voor pastel, seringenachtige tinten die je ziet. Maar daaronder zit natuurlijk een volledige geblondeerde basis. En dat is op de dollhead niet te verwezenlijken. Maar zoals ik hem jullie ga laten zien, is de techniek, de afdeling is precies zo. En in de salon kan je dan ook altijd rekening houden met de klant, met de basiskleur, hoe dat je hem uiteindelijk gaat toepassen. Maar het choppy bob met de seringenkleur. Nou, zoals jullie hier kunnen zien, het knipgedeelte is dus ook helemaal uitgewerkt. We gaan dus samen, stap voor stap, gaan we eerst het knipmodel gaan we doornemen. En dan moet ik nog iets vermelden. Ik heb deze prachtige studio hier gekregen. En die is in een loods gebouwd en we dachten dat die geluidsstil was. Maar hiernaast, de buren zijn een houtzagerij begonnen. Dus als je af en toe een raar geluid hoort, dan is het de houtzagerij. Kunnen we niks aan doen, maar we moeten gewoon door. Maar we beginnen nu met het knipmodel. Met de kniptechniek gaan we eerst afdelen. Nou, ik heb de afdeling er al ingemaakt, dus ik ga stap voor stap aan jullie uitleggen hoe je deze afdeling erin krijgt. Oké, we beginnen op de kruinpartij. Als je dus goed kijkt naar je dollhead, zie je hier ook zo'n rondje draaien. Nou, bij je klant is dat natuurlijk iets anders, maar op je dollhead is het heel makkelijk te vinden. Daar waar dat haar bij elkaar komt, in die ronding, daar begin je met je afdeling. Nou, dan maak je een diagonale lijn voorwaarts tot de buitenkant van de wenkbrauw. En aan de andere kant doe je dat ook. Wat krijg ik dan? Even goed in beeld. Een hele brede ponypartij. Nou, wanneer je dat dan gedaan hebt, dan maak je ook weer een diagonale scheiding tot half het oor en deel je dit vak aan de zijkant af. Dan aan de andere kant kopieer je hem. Dus vanuit je kruin, diagonaal voorwaarts, half op het oor eindig je en dat gedeelte zet je vast. Dan ga je naar de laatste afdeling, dat wordt op het achterhoofdbeentje, nou die heeft je dollhead dus ook niet. Daar als je je kam er tegenaan zet, daar waar het hoofd raakt, daar maak je een scheiding en dan het bovenste gedeelte zet je vast. Vanuit hier gaan we dus beginnen met ons knipmodel. Maar voor jullie, zet hem nu op pauze, neem even de tijd om die afdeling erin te maken en dan vanuit daar gaan we starten met het knippen. De afdeling hebben we er allemaal in zitten. Dan beginnen we nu met het knippen. Nou, ik zeg elke keer wel een choppy bob, maar het is meer een lop. Want hij is echt wel net zo op de schouders. Maar ook voorbij je klant. Kijk welke lengte haar het mooiste staat. Wat het mooiste past bij haar kaaklijn, bij de vorm van haar gezicht. En daarop kies je gewoon je lengte. Nou, we beginnen eerst met de onderkant, beginnen we te knippen. Dit kan ik in één keer kan ik dit doen. Als een klant heel dik haar heeft, dan deel je hem gewoon wat vaker af. Nou, ik maak het een beetje lichtvochtig. Ik ga met de ronding van het hoofd meeknippen. Dus ik zorg er elke keer voor dat ik daar waar ik aan het knippen ben, daar sta ik ook. Nou, de dollhead heb ik omhoog gezet. Ik wil op ooghoogte willen knippen, zodat ik kan zien dat ik een mooie rechte lijn maak. Mijn kam gaat erin, mijn schaar gaat erachter. Met de kamcontrole techniek bepaal ik mijn lengte. Nou, en dan ga ik zo'n 3 centimeter onder het randje van mijn dollhead ga ik zitten. Want ik wil echt een klein beetje lengte wil ik wel hebben van dat lopgevoel. Oké, ik draai mijn dollhead. Jullie in de salon kunnen natuurlijk gewoon zelf een stapje opzij doen, maar dan op deze manier heb ik het goed in beeld. Dus ik vervolg mijn techniek. Ik sta recht voor mijn passé. Mijn kam gaat er langs bovenin. Mijn schaar gaat erachter en eronder. Op die manier kan ik het in één keer naar beneden projecteren.
Ik sluit hem aan, ik zie dat mijn kammetje recht is. En door mijn lichaam weet ik dat de kniplijn die ik maak, dat die mooi rond met het hoofd meegaat. Draai ik hem weer en aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus kam erin, schaar de onder en de achter. Ik zie de aansluiting en ik knip mijn eerste lijn, knip ik erin. Voor jullie nu, zet hem even op pauze. Kies je lengte. Ga niet te kort, want we gaan er namelijk nog één knippen hierna. Maar kies je lengte en dan vanuit daar gaan we door met het volgende. Oké, vanuit hier gaan we door met het tweede vlak. We hebben de lengtelijn hebben we geknipt. Dan gaan we het gedeelte daarboven gaan we loshalen. En dan gebruiken we de lengte hier als basis. Ik wil namelijk, om dat bewegend gevoel erin te krijgen, moet ik er wel een gelaagdheid in maken. Anders zou het één massieve boblijn zou het worden. Nou, ik begin met de scheiding in het midden. En wat ik ga doen, ik ga werken in een rechte lijn. Dus ik ga niet met de ronding van het hoofd ga ik mee, want dan mis ik hier te veel lengte. Ik projecteer ook niet alles naar het midden, want dan krijg ik hier twee hele zware gedeeltes. Maar ik heb voor mezelf een rechte lijn in gedachten en daar projecteer ik het haar naartoe. Nou, zo dadelijk voor de cameraman is het de uitdaging. Tyson die gaat boven mij hangen en dan hoop ik straks gewoon heel mooi die lijn te laten zien. Want hier gaan veel kappers de mis mee in. Maar we beginnen in het midden. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Ik zal even meekijken op mijn schermpje. Dan projecteer ik de eerste passé loodrecht naar me toe. En dan neem ik een stukje mee van de onderkant. Zien jullie dit? Dit is de onderkant, de onderste lijn die we geknipt hebben. En daar wil ik dus niets meer van afhalen. Ik projecteer hem loodrecht naar me toe. Tot ik het punt heb bereikt van de onderkant. Daar wil ik niks meer afhalen. Dus ik weet dat ik hier mijn lijn loodrecht kan afknippen. Dus ik knip een verticale lijn. Ja, ik denk dat het allemaal goed in beeld is. De passé is loodrecht naar me toe. Want hiermee creëer ik dus dat gelaagdheid, die beweging, dat choppy gevoel krijg ik hiermee in. Dan de volgende passé. Dan neem ik mijn vorige passé neem ik met me mee. Dat is mijn gids. De onderkant heb ik mijn gids. En mijn lichaam staat recht voor mijn passé. Ik projecteer hem naar me toe. En ik knip hem weer loodrecht, knip ik hem af. Sluit hem mooi aan op alle gedeeltes. Als ik zo dadelijk klaar ben, dan zal ik echt van bovenaf laten zien hoe dat die lijn echt is, hoor. Want ik pak nu mijn vorige passé. Die neem ik weer mee naar de volgende. En ik zorg dat mijn lichaam nu achter de doorheb blijft of achter je klant. Want loop ik namelijk mee, dan ga ik met de ronding mee en dan mis ik mijn hoek. En dat wil ik niet, want ik wil wel een gevoel van lengte, van volheid wil ik wel overhouden. Maar wel een gevoel waar een beweging in zit. Dus ik sluit hem hier mooi op aan. Kijk, en nu komt hij. Mijn lichaam blijft staan. Ik loop niet mee. En ik projecteer op deze passé loodrecht naar me toe. Dus niet naar het midden, niet met de ronding mee. En op deze manier creëer ik die verticale lijn die ik straks laat zien. Daar sluit hem mooi aan. Ik zal even mijn vingers goed open doen dat jullie het gezien. Gewoon een mooie rechte lijn knippen. Niet te grove passés opnemen. Kijk, en dan vanuit hier ga ik dus met een vaste gidslijn werken. Dus de passé blijft geheel in mijn handen. En dan zien jullie ook dat er steeds minder lengte afgaat. Want de lengte of de afstand vanaf hier wordt dus steeds verder. Dus ik projecteer hem naar me toe. En dan zul je zien dat er net een klein friemeltje gaat er nog vanaf. Nou, dan vervolgens doen we aan de andere kant exact hetzelfde. Maar voor jullie, ik wil echt dat jullie deze kant goed knippen, ga je het eerst op pauze zetten en vanuit daar gaan we door naar de volgende kant. Kan je het zien zo? Ja.
Kijk, als ik nu mezelf nakijk, dan zie je dus dat ik in een rechte lijn eindig. Dus de afstand van dit haar tot mijn vingers is korter dan de buitenkant. En als ik hem dan laat vallen, dan heb ik toch nog hier, heb ik wel wat lengte met beweging erin. En hier is mijn laag wat korter. Maar misschien voor Tyson de uitdaging, ik ga even zo door met knippen. Wacht even, als ik nou... Hou je dat vol, Tyson? Hou je dat vol? Ja? Oké. Nou, dan laat ik het even zien, want dit is zo belangrijk. En het is altijd heel moeilijk om maar voor mij in beeld te brengen. Dus, ik ga hier ga ik knippen. Daar neem ik mijn passé. Dan neem ik mijn vorige neem ik mee. Dat is mijn gidslijn. Ik kan dit even weg. Projecteert hem naar me toe. Loodrecht. Daar. Sta ik ervoor. Hup. Daar knip ik hem af. Dan laat ik hem vallen. Ga ik naar mijn volgende. Hier. Dus ik maak voor mezelf even een nette scheiding. Ik neem mijn vorige passé of een stukje ervan neem ik mee. Kijk, en ik projecteer hem loodrecht zo hier naar me toe. Dus niet naar het midden. Niet met de ronding mee. Naar me toe. Daar. Daar is mijn gids. En dan knip ik hem op af. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal zo goed kunnen zien. Kijk, en nu deze. Ik ga met mijn lichaam, blijf ik staan. Dan deze, die projecteer ik een stukje naar mijn vaste gidslijn toe. Want anders zou ik, als ik deze loodrecht uit de hoofd uitknip, dan mis ik mijn rechte lijn. En dan mis ik lengte aan de zijkant. Daar. Ik probeer even door te knippen, want Tyson die het filmt, die zal het wel in zijn armen krijgen. Oké, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Kijk, dus meenemen naar je toe. Afknippen. Nog één passé. Ik zou eigenlijk de camera in de lucht moeten hangen. Hè? Dat zou net wat makkelijker zijn. Blijven staan met je lichaam. Hup. Projecteert hem loodrecht naar achteren. Heb ik nog een klein puntje om eraf te halen. En dat is hem. Oh. Het is voor ons natuurlijk altijd de uitdaging om het zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Maar ik hoop door van bovenaf te filmen dat die lijn nu eindelijk een keer zichtbaar voor je wordt en dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Nou, vanuit daar ga je dus jezelf ga je nakijken of je aan beide kanten gelijk bent. En wat dan nog te doen is wanneer je hem naar beneden komt. Ik heb hem hier, heb ik hem al verwijderd. Maar als je hier kijkt, ik zal hem even omhoog zetten. Hup. Daar. Kijk, want als ik hem nu naar beneden kom, dan zie je dus dat er hier wat extra lengte zit. Nou, dat is voor mij makkelijk weg te halen. Dan ga ik gewoon weer terug naar mijn kamcontrole techniek. Ik sluit hem mooi aan. En vanuit daar hebben we dus heel de achterkant hebben we erin zitten. Nou, wat creëer je nou dus met deze lijn? Wat ik al aangaf, is dat je echt die gelaagdheid erin krijgt. Maar dat we hier echt wel wat haar overhouden. Dat ze niet te zwaar zijn en ook niet te kort. Dat is het belang van deze kniplijn. Oké, voor jullie nu de andere kant knippen, op pauze zetten en dan gaan we door naar de zijkant. Oké, we zijn aangekomen bij de zijkant. Nou, dat gedeelte, dat kammen we dan in de natuurlijke valling, kammen we dat naar beneden. Nou, dan zie je hier dus je gidslijn zie je al mooi naar voren komen. Kijk, je kan ervoor kiezen om de voorkant wat af te ronden bij je klant. Als je goed kijkt naar de gezichtsvorm of je laat hem juist wat langer. Maar voor nu knippen we hem gewoon helemaal recht af. Dus we staan er weer voor met ons lichaam. Je gidslijn komt er mooi door. Nou, kammetje langs boven de in, naar beneden. Bij een echte klant tik ik altijd nog even zo om een klein beetje lengte te besparen voor het oor. En dan aan de andere kant doen we tegelijk hetzelfde. Want deze kniplijn is volgens mij wel heel erg duidelijk. Dus vanuit hier kam je het naar beneden.
in zijn natuurlijke valling. Hup. Nou, ook weer hier. De lijn komt er mooi door. Kammetje erin. Duwen. En we hebben hem. En gewoon een mooie rechte lijn knippen we erin. Zou ik dit zo laten, dan krijg ik toch nog wel het gevoel van een klassieke bob aan de voorzijde. En dat willen we niet. We willen wel die speelsheid erin maken. Nou, ik denk dat deze lijn wel duidelijk is, dus ik ga gelijk door met de volgende stap. Want wat gaan we namelijk doen? Dat moet ik eventjes langs de voorkant moet ik dat laten zien aan jullie. Ik zal hem even goed in beeld brengen. Even kijken hoor. Ik krijg nu aanwijzingen van de cameraman, maar ik weet niet zo goed wat hij bedoelt. Wat bedoel je? Oh nee, hij bedoelt niks, want ik kijk gewoon mee op het cameraatje en ik kan het goed zien. Oké, ik wil hier dus wat gelaagdheid wil ik daarin aanbrengen. Nou, dan neem ik een passé op, een rechte passé. Dan projecteer ik dat haar projecteer ik omhoog. En ik neem het gedeelte, ik zal hem even zo draaien. Misschien kunnen jullie dat goed zien. Kijk, ik wil het wel aangesloten hebben. Dus dit gedeelte, dat neem ik mee. Dus ik kam het haar omhoog. Ik pak een deel van het kruingedeelte wat ik hier al gedaan heb. En dan door deze kniplijn loodrecht naar boven te projecteren. Kijk, maak ik de aansluiting met de kruin. En ik maak hier een zachte gelaagdheid in. Ook weer met een inkniptechniek knip ik hem rechtaf. Ik zal hem zo dadelijk draaien, hoor, dat jullie het goed kunnen zien. Maar dit is de stand van je passé. Dus niet die kant projecteren, niet die kant. Loodrecht omhoog en de verbinding maken met het kruingedeelte. Nou, dan ga ik nog op passé verder. Ik werk met een vaste gidslijn. Dus de lengte die eraf gaat, wordt steeds minder, omdat het haar een langere afstand aflegt. Dan zal ik hem nog eventjes draaien. Dan kunnen jullie goed zien de manier waarop ik hem inknip. Daar. Ik zie mijn gidsje mooi doorheen komen. Er gaat steeds minder haar af. En dan ga je helemaal door tot onder en je zal zien dat er dan niks meer afgaat. Want zover reikt de lengte niet. Even naar beneden laten vallen. Kijk, en wat ik dan krijg is dat deze laag korter is als de onderste. Dus ook daarmee krijg ik dat choppy gevoel. Oké, dan gaan we aan de andere kant. De techniek exact hetzelfde gaan we kopiëren. Dus ik neem een scheiding. Ik projecteer hem loodrecht. Projecteer ik hem omhoog. Nou, ik neem dan ook weer het kruingedeelte mee als gids, want dan weet ik dat ik in de goede lengte zit. Mijn vingers zijn loodrecht en met een inkniptechniek haal ik de bovenste laag haal ik eraf. En zo gaan we door tot onderen. Dit is mijn laatste passé, want ik weet dat de onderste, die redt het niet. Dat zag ik daarnet ook al aan de andere kant. Daar is mijn gidsje. Inknippen. En hiermee maak ik dus die beweging aan de zijkant, dat het onderste laagje net wat langer eronder uitkomt. Kijk, je kan er dan natuurlijk nog voor kiezen om gewoon helemaal naar beneden in model te brengen of juist een beetje naar buiten. Dat is ook weer net wat jij in gedachten hebt en wat de klant natuurlijk in gedachten heeft. Nou, dus vanuit hier gaan we hem weer op pauze zetten. Jullie projecteren alles loodrecht omhoog en sluiten hem mooi aan op de gedeeltes. Dus knippen en tot zo. Het laatste gedeelte wat we gaan doen is zeg maar de hele grove ponypartij. Nou, die maak ik los en dan verdeel ik hem in twee gedeeltes. Dus ik maak een middenscheiding. Daar. Kijk, jullie kunnen dat misschien gewoon voor de spiegel kunnen jullie dat doen. Zo. Deze kam ik er eventjes overheen. Deze ook. Zo. Nou, het makkelijkste is nu dat je één gedeelte vast gaat zetten. En ik doe dat met een platte klem, want anders zit die voor mij in de weg. Als je geen platte klem hebt, zou je hem ook nog kunnen vlechten. Want wat gaan we namelijk doen? We gaan het haar overprojecteren. We gaan crisscross van elkaar gaan we werken. Nou,
dan begin ik eerst aan deze kant met een scheiding te maken. En die scheiding is diagonaal. Dus ik maak eigenlijk eerst een klein ponypartijtje. Ik zal even kijken of ik het goed in beeld kan laten brengen. Even zien hoor. Kijk, dus een diagonale scheiding. De positie van je scheiding is belangrijk, want ik ga namelijk evenredig aan mijn scheiding ga ik knippen. Dus ik projecteer hem naar de andere kant. Dus hij gaat over dit gedeelte, gaat hij heen. Nou, en dan ga je dus een lengte ga je kiezen met je klant. Nou, dan ga ik kijken van nou, waar wil ik hem hebben. En dan pak ik hem zo een beetje op de mondhoek. Daar wil ik mijn eerste lengte hebben. Dus ik projecteer hem hierheen. Je laat hem vallen om te kijken van waar zit hij. Dan neem ik hem terug in positie. Hij gaat loodrecht gaat hij naar je heen. En dan ook weer met een inkniptechniek. Kijk, het mag best wel wat grover zijn. Zie je dat? Op deze manier knip ik mijn eerste lijn knip ik erin. En dan weet ik gewoon dat ik met dit gedeelte zit ik ongeveer op de mondhoek. Nou, dan doe ik aan de andere kant weer een nieuwe scheiding maken. Die blijft evenredig aan de eerste scheiding die ik gemaakt heb. En zorg ervoor dat je alleen het bovenste gedeelte meepakt. Dus ik doe het onderste, zet ik maar eventjes vast. Dat ik zeker weet dat ik daar vanaf blijf voordat ik dat per ongeluk meeneem. Ga ik weer naar de andere kant. Kam ik hem naar mijn vaste gidslijn toe. Dus ik ga dan steeds meer lengte ga ik creëren. Dus ik pak mijn onderste gidslijn pak ik erbij. Daar kam hem eroverheen. Dus ik hoop allemaal dat het goed voor iedereen zichtbaar is. Kijk, daar heb ik mijn gidslijn. En weer met een grove inkniptechniek. Mijn vingers zijn evenredig aan de scheiding. Knip ik de lengte eraf. En dat doe ik hier nu. Deze laatste, die neem ik mee. Kijk, en omdat we natuurlijk een diagonale scheiding hebben gemaakt, weet ik dat mijn vingers evenredig zijn aan mijn scheiding. Daar. Kijk, daar is mijn gids weer. Dat gaat eraf. Zet je lijn door. Daar heb ik mijn gids. Dat gaat eraf. Dus één gedeelte van de ponypartij projecteer je naar je toe. Je kiest een lengte. Knip hem dan helemaal af met een inkniptechniek. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan ga je door met de volgende kant. Maar zet hem nu eerst even op pauze, dat je deze techniek even goed onder de knie krijgt. Oké, de ene kant hebben we dus gedaan. Die kan ik nu weer weg. Zet hem ook weer eventjes vast. Hup. Dan gaan we naar deze kant. Nou ja, ook even weer voor mezelf, dat ik zeker weet dat ik de zijkant niet meeneem. Zet ik ook even op deze manier, kijk, gewoon even vast in een klem. Gewoon voor mezelf, voor de veiligheid, dat ik hem in mijn enthousiasme niet meeknip. Oké, dan gaan we gewoon weer exact hetzelfde door, alleen dan met de andere kant. En dan krijg je echt leuk die laagjes bovenop die met elkaar gaan botsen. Dus ik ga dan aan de andere kant staan. Ik heb een diagonale scheiding heb ik gemaakt, dus je begint eerst met een soort van klein ponypartijtje. Dan laat je je passé vallen. De buitenste hoek van mijn vinger is gelijk aan de mondhoek. Projecteert hem terug. En dan ook weer met die grove inkniptechniek. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, want er staan mijn handen misschien een beetje voor. Knip je hem af. Volgende scheiding. Hou dezelfde diagonale scheiding. Hou je aan. Kam hem eroverheen. Voorzichtig eroverheen kammen. Kijk, hier heb ik mijn gidslijn. Daar sluit ik hem mooi op aan. Mijn vingers zijn evenredig aan de scheiding. En echt grof inknippen, want daarmee ook weer krijg je dat choppy gevoel wat ik uiteindelijk wil zien. Laatste passé. Nou, de scheiding is diagonaal. Ik zie mijn gids hier goed doorheen komen. Daar. Ik zet mijn lijn, zet ik door. Daar, dat gaat eraf. Nou, en als ik hem dan ga kammen.
kijken, want nu kunnen we hem gewoon mooi in zijn natuurlijke valling kunnen we hem kammen. Even de klemmetjes er allemaal uit. Kijk, wat je dan heel leuk krijgt, is echt dat die bovenste laag hier erop valt, dat die onderste laag eroverheen komt, dat wel allemaal de gelaagdheid erin zit. Alleen, het is nu wel eventjes belangrijk, ik kan hem naar achteren en dan ga ik even kijken, want hier links en rechts, ik wil wel dat alles mooi op elkaar is aangesloten. Dus als ik dit gedeelte dan nog een beetje naar achteren kan, kijk, dan zal je zien dat er nog een punt hier aan de achterzijde overheen steekt en ik zorg er wel voor dat die wel aansluit, want stel je voor dat het model het haar naar achteren zou dragen, ja, dan wil je wel dat het allemaal mooi in elkaar overloopt. Dus check jezelf even, andere kant, daar, kijk hier ook, heb je net even die punt, die haal je er dan nog af. Zo. Nou, en dan vanuit hier heb je dus de coupe, heb je erin zitten. Echt de moderne, ja, bob van nu, die we heel veel zien. Kijk maar op Pinterest en alles, dan zie je ze allemaal. En dan vanuit hier gaan we beginnen met de kleurtechniek. Het knipmodelletje zit erin en dan gaan we nu door met de kleurtechniek. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik de afdeling er al ingemaakt. En wat gaan we namelijk doen? We gaan werken met een colorblocking. En colorblocking is op zich een makkelijke techniek om in te zetten. Maar je moet altijd nadenken met je afdelingen. Wat gebeurt er met het kleurresultaat? Nou, zoals jullie zien, wat ik nu gedaan heb, is dezelfde afdeling als bij het knippen. Heb ik op de kruin een grote driehoek afgedeeld. Maar daarentegen heb ik nu een paar centimeter naar beneden ben ik gegaan. Een diagonale lijn voorwaarts, maar bij de contourlijn hier heb ik net even zo een centimeter haar overgehouden. Nou, aan de andere kant heb ik exact hetzelfde gedaan. Wat ga ik namelijk doen? Ik ga de onderzijde, die wordt wat donkerder en naar voren toe loopt hij uit naar iets lichter. Als dit haar dus naar beneden valt, dan weet ik dat deze kleur, de middelste kleur, over het donkere heen gaat vallen. En als ik aan de zijkant het haar naar beneden laat vallen, heb ik nog een donkere kleur eronder, een lichte baan en een nog lichtere erbovenop. Op die manier kan je dus spelen met je kleurplaatsing. Maar wanneer je de afdeling maakt, denk dan altijd goed na wanneer het haar naar beneden valt, hoe dan je eindresultaat eruit komt te zien. Nou, als we dan gaan kijken naar het model uit de collectie, die was dus volledig geblondeerd. Dat ga ik op die dolhead, eerlijk gezegd, ga ik niet doen. Want ik weet dat we nog een coupe moeten knippen en kleuren. Dus wat ik nu ga doen, ik ga het voorste gedeelte, dat ga ik wel oplichten. Nou, wat gebruik ik daarvoor? Ik gebruik de Snow White. Ik ga 9% gebruiken, want ik ben op die dolhead ben ik aan het werken. Dus ik mis de warmte van de hoofdhuid die je normaal bij een klant hebt. Bij een klant zou ik al eerder naar 6% gaan. Hoor. En dan maak ik hem klaar op een weegschaaltje 1:1. En ik wil heel even jullie iets uitleggen over blonderen. Want ik krijg nog vaak de vraag van, goh Natas, ik heb het geblondeerd, maar ik blijf op een kleurhoogte 8 hangen met een koper eindresultaat en ik kom er maar niet doorheen. En dan geef ik altijd een paar tips. Maak hem klaar op een weegschaaltje. Want als je je blondering te dun maakt, je Snow White, als je er te veel waterstof bij gaat doen, is de werking ook minder. En daarnaast gebruik kleine passeetjes. Dus kleine afdelingen maken en aan beide zijden je blondeer goed dik inzetten. Blonderen is echt zo simpel nog niet. Maar de juiste manier klaarmaken, dunne passeetjes, dik inzetten, nou, dan kom je echt serieus een heel eind. Voor jullie nu, maak de afdeling erin, zoals ik hem erin heb gemaakt. Maak je blondering klaar. En nou ja, ik gebruik nu van Kiss de Snow White, maar je kan natuurlijk ook gewoon met je eigen merk kan je ook werken. Maak je blondering klaar en dan gaan we eerst het voorste gedeelte gaan we blonderen. Nou, het haar is nog licht vochtig, maar echt serieus, het is voor mijn blondering is dat geen probleem. Nou, er zitten natuurlijk al highlights zitten erin, maar ik wil het gehele
vlak wil ik dus opgelicht hebben voor mijn eindresultaat. Dus ik zet de contourrand zet ik eventjes goed in. En dan vanuit daar ga ik dus met mijn scheidingen ga ik werken. Kijk, zorg er wel voor, nu op je dolhead, dat je de rest van het haar, dat je dat beschermt. Dat je wel mooi in je afdeling blijft. Dus eerst het aanzetje inzetten. En dan vanuit daar is het makkelijk om de rest van het haar in te poetsen. Dus ook elke keer genoeg product pakken. Want de blondering is echt gewoon een kwestie van dik inzetten, smalle passeetjes en klaarmaken op het weegschaaltje. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want ik weet gewoon dat sommigen van jullie toch nog een beetje snel, oh, een beetje waterstof erbij, oh, dan smeert hij net wel lekkerder. Kijk, ik heb zelf natuurlijk ook mijn salons en ik weet hoe dat gaat, maar ik hamer op bij mijn personeel, maak hem klaar op een weegschaaltje. Oké, dus dan vanuit hier, dan kan je dus zien hoe smal of hoe klein dat ik mijn passé pak. Nou, die zet ik dan goed royaal dik in. Deze kant smeer ik hem ook helemaal in. Even doorlopen naar achteren. En als ik dan mijn volgende passé pak, dan ook weer, ja, het is net een halve centimeter. Kijk, dus dan zit daar blonderen. Ik klap hem om. En die smeer ik dan ook weer aan de andere kant ook vol. Want wanneer je niet licht genoeg komt, kan het ook zijn dat je te grove passés pakt en dat er dan te weinig product aanwezig is. En dan kom je er gewoon niet doorheen. Dan blijf je op een kleurhoogte 8 blijf je hangen. Nou, op deze manier gaan we hem dus helemaal inzetten. Werk secuur, werk voorzichtig. Blijf echt in je driehoek hangen. Ga er niet buiten. En dan gaan we met z'n allen gaan we zo dadelijk goed de bon weer in de gaten houden. Want ik zou het dus echt wel zonde vinden als het van de dolhead afkomt. En dat willen we niet. Maar ik weet gewoon als ik met 6% op die dolhead ga werken, dan kom ik ook niet licht genoeg. Dus we gaan het gewoon goed in de gaten houden. Dus je blijft met je smalle passeetjes blijf je werken. Nou, je werkt in die driehoek, dus het wordt allemaal steeds smaller. Kijk, en dan vanuit daar gaan we ook gelijk de lengtepunt gaan we inzetten. Maar goed dik royaal inzetten. Kijk, en het voordeel is ook als je met een weegschaaltje je kleur klaarmaakt, is dat je wanneer je tekort komt en je werkt met een collega in de zaak, dat een collega het voor je bij kan maken en dat je dan ook zeker weet dat je dezelfde substantie hebt. Dus goed inzetten. Ik ben het bijna. Smalle passeetjes, blijf ermee werken. En het is natuurlijk ook met blonderen, je moet geduld hebben. Op de verpakking staat dat hij 40, 45 minuten werkzaam is. Maar zolang de blondering natter blijft, dat hij niet ingedroogd is, dan gaat de werking nog door. En ik denk dat het bij elke firma wel zo is. Maar spoelt hem dan niet uit, niet na 40, 45 minuten. Zolang dat hij nog vochtig is, je blondeer, laat je hem gewoon zitten. En dan zal je zien dat je net nog een tint lichter komt dan dat je hem te vroeg uitspoelt. En ik laat liever de blondeer op zijn gemak zijn werk doen dan dat ik hem uitspoel en ik zit bijvoorbeeld nog op een kleurhoogte 8 en ik moet het nog een keer gaan blonderen, want die belasting voor het haar is dus zwaarder. Nou, ik heb hier transparante folie en die heb ik om het haar wat te beschermen. Ik zet er wel even zo'n klemmetje op, dat ik zeker weet dat mijn transparante folie blijft hangen. Eventjes op deze manier zet ik het erin. Zo. Want dan vanuit hier kan ik dus het haar terugklappen. Ik heb mijn transparante folie heb ik eronder. En dan zorg ik ervoor dat die goed ingezet wordt. En nou vergeet ik iets. Mijn colorboard. Dus die ga ik gauw even pakken. Want ik wil dus niet, ik kan het met mijn handschoenen doen hoor. Nou, dan krijg ik dat ding alweer. Nou, ik kan het met mijn handschoenen doen. Maar dan zit ik er helemaal onder en dat wil ik niet. En met mijn collerboard kan ik er nog voor zorgen dat ik extra druk geef. Dus op deze manier. Nou, draait hem nog een keer om. Dat je zeker weet aan de onderkant dat je alle haren mee pakt.
Zo. Nou, dan pak ik nog een folietje. Die leg ik eronder. Kijk. En dan op deze manier ga ik door. Smalle passé pakken. Pak je collerboard erbij. Werk met genoeg product. Duwt hem er echt in het haar. Dan weet ik zeker dat ik de maximale opheldering heb. En vanuit hier kan ik checken of de onderkant helemaal goed erin zit. Beide kanten goed inzetten. En dan laat ik hem er gewoon zo bovenop vallen. Dus op deze manier gaan jullie de hele bovenkant inzetten. Ik ga ook door. Vanuit daar geduld. Daar gaat hij weer. Mijn slechtste eigenschap. Maar we gaan echt even geduld hebben. Maar ik ga zeer zeker ook in de gaten houden wat de kwaliteit van mij door het haar overblijft. En vanuit daar gaan we hem uitspoelen. Nou, ik heb ondertussen een broodje gegeten. Hij heeft nu een half uurtje gezeten. Kijk, daar zaten natuurlijk al highlights in. Normaal bij de klant zou ik hem echt wel lichter laten worden. Maar ik ben een beetje bang voor de kwaliteit van mijn dolhead. Dus vanuit hier gaan we hem uitspoelen. En dan gaan we verder met de kleurtechniek. De dolhead is nu uitgespoeld en jullie kunnen zien, ik heb de afdelingen heb ik weer terug opgezocht. Dat is heel makkelijk met de kleurschakering. Vanuit hier gaan we hem dus inkleuren. Nou, ik gebruik hiervoor van KISS de Soft Shades. En dat is dus een ammoniavrije spoeling. Misschien van je eigen merk heb je ook iets in die geest. Maar ik kan dus niet lichter tonen dan daadwerkelijk mijn kleur is. Dus je moet er altijd goed mee opletten met tonen. Want ik zie nog vaak als zeg maar een blondering uitgespoeld is op een kleurhoogte 9, dat ze met een kleurhoogte 10 bijvoorbeeld gaan tonen. En dan is je toner te zwak. Dan is hij te snel uit. Nou, wat ik ga doen. Kijk, ik wil wel een beetje in dat violette wil ik blijven zitten. Nou, het onderste heb ik alvast klaargemaakt. Ik heb de 5C klaargemaakt met een klein druppje VMix en een klein druppje MX. Dat wordt de onderkant. Dan de bovenkant ga ik op een 7 hoogte zitten. En ik weet dat die voor de donkere te licht is. Maar er zitten ook nog highlights in. Dus ik wil toch dat kleurverschil erin houden. En het is nu ook voor dit gedeelte niet erg dat ik op een 7 hoogte ga zitten. Want het is niet zozeer dat ik hem moet matteren. Dus dat wordt de 07V ook weer met een klein beetje VMix en een klein beetje redmix. En dan voor de bovenkant ga ik op een 9 hoogte zitten. De 09V en dan ook weer met een klein drupje V en een klein drupje red. Nou, we hebben dus technical guides gemaakt. En stel je voor dat je die zou bestellen. Dan zie je dus dat de kleurverhouding anders is op de dolhead dan dat we op het model hebben gedaan. Maar je moet altijd kijken met het haar waar je mee werkt. Nou, dan vervolgens, je kan zien, ik heb al een beetje zo'n kleurkraag, heb ik omgedaan, want anders zit misschien straks heel mijn dolhead eronder. Want ik ga namelijk de soft shades aanbrengen met een kwastje. En het is natuurlijk een wat dunner product. Nou, heel simpel. Dit wordt natuurlijk mijn donkerste kleur. Dan ga ik naar de middelste kleur en bovenop komt mijn lichtste kleur. Nou, dan ga ik eerst heel de onderkant ga ik inzetten. Dan heb ik een transparante folie, kan ik er makkelijk opleggen om de kleuren van elkaar, om die van elkaar af te houden. Dus voor jullie, maak de afdeling erin, maak je kleur klaar. Nou ja, ik zou zeggen, werk met je eigen merk, werk met de kleuren die je zelf wil. Alleen hou wel in gedachten dat we de volgende keer op dezelfde dolhead nog een keer gaan kleuren. Dus werk niet met een permanente verf. Ga ook niet op een kleurhoogte 1 zitten dat die echt pikzwart is, want dan kan je de volgende keer er helemaal niks meer mee. Maar voor nu, eventjes inzetten. Nou, de onderste kleur hebben we er nu in zitten. En gewoon voor de zekerheid, het bakje wat ik al gebruikt heb, zet ik opzij dat ik niet per ongeluk kan mispakken. Dan vervolgens met een transparante folie zorg ik ervoor dat het onderliggende haar wat beschermd wordt. Aan de andere kant doe ik er ook een. Zo.
er eentje onder plakken. Kijk, dat is het voordeel van zo'n transparante folie. Dat weegt niks, dus dat kan je heel makkelijk tegen je kleur aanplakken. Nou, dan vervolgens ga ik door met de middelste kleur. Dit is dus die kleur op de 7 hoogte. Nou, je ziet al wel dat hele donkere ertussen. Dat zit misschien wat meer op een 6 hoogte. Ik weet gewoon, die highlights die zullen echt wel op een 7 hoogte ingekleurd gaan worden. En dat andere krijgt misschien net een gloedje mee. Maar dat vind ik ook prima. Het is natuurlijk een spoeling waar ik mee werk. Kijk, je zou dit ook met permanente verf kunnen doen. Het is maar net een keuze. Kijk, het is makkelijker als de klant volgende keer terug in de salon komt. Dat ze bijvoorbeeld weer een ander kleurtje wil. Is het mooier om met ammoniavrije kleuren met spoelingen te werken. Dat is beter voor het haar. Als je het gaat volstoppen met een permanente kleuring. En dat je dat met veel moeite er weer uit moet krijgen. Dus voor nu het tweede gedeelte invullen. En nou ja, daarna les gewoon het laatste gedeelte nog. Nou, hij zit er helemaal in. Natuurlijk een relatief snelle kleurtechniek, want je kleurt gewoon van onder naar boven met de verschillende kleuren. Met deze techniek kan je natuurlijk ontzettend creatief zijn, want als je zou willen zou je ook met 4 of 5 kleuren kunnen werken, dat je nog meer afdelingen erin maakt. Maar dat is geheel aan jezelf. Voor nu laat ik hem 20 minuten inwerken, dan gaan we hem uitspoelen, kijken we naar het eindresultaat en dan gaan we hem in model brengen. Tot zo! Nou, hij heeft nu in totaal 20 minuten gezeten, dus ik ga hem nu uitspoelen. Even voor jullie zelf thuis of in de salon, als je hem gaat uitspoelen, doe je thuis. Zet hem dan gewoon in de wasbak rechtop bij het uitspoel. Want ik wil niet dat de donkere kleur het lichte gaat raken. En nou, wat ik ga doen, ik leg ze gewoon in de wasbak, net zoals bij een klant, achterover uitspoelen dat de kleuren elkaar niet raken. Tot zo! Ik heb hem uitgespoeld en mee dat ik hem uitspoelde dacht ik, ja, ik mis nog net een heel klein beetje dat ja, paarsige pastelkleurtje aan de bovenkant. Net zoals bij een echte klant, maar ook op een dolhead, heb je dus wel eens dat je denkt van nou, dit is hem net niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb hem helemaal uitgewassen en daarna heb ik dus de pearl conditioner met een klein beetje purple heb ik met elkaar gemengd en eroverheen gehaald. Dan heb ik direct de pasteltint. Die seringen pasteltint te pakken die ik dus wilde hebben. Het mooie van dit is van die conditioner dat de klant dat thuis ook gewoon kan gebruiken. Dus dan die pasteltint die loopt niet uit. Want elke keer met het wassen voeg je het een beetje toe. Nou, hier zie je mooi het kleurenverloop. Hij gaat van licht gaat hij heel mooi door naar donker. Ik ga hem nu in model brengen. En ik zou hem in allerlei manieren in model kunnen brengen, maar voor nu kies ik hem toch ervoor om hem zo glad mogelijk te doen. Dat jullie ten eerste de kniplijn kunnen zien, maar ten tweede ook het kleurverloop. Nou, we hebben het dus bovenop geblondeerd. Het dolhead haar is wat stugger. Het enige wat ik ga gebruiken is de Glam Shine. Dat is een serum van Kiss. Die zorgt ervoor dat het haar verzorgd is. Dat het bescherming geeft tegen de hitte van de föhn en de krultang. Want ik ga namelijk beide ga ik gebruiken. En meer heb ik niet nodig in dit haar. Kijk ook altijd bij jezelf in de salon, bij de klant, van welk haartype heb ik in handen. Wat wil ik als eindresultaat, wat wil ik bereiken? En kies dan de juiste producten. Voor nu, ook voor jullie, maak hem mooi in model. Ga hem drogen, doe het op je gemak. Een dolhead drogen is, nou ja, is gewoon wat intensiever dan gewoon op een klant. Want het haar is natuurlijk al wat, ja, wat anders natuurlijk. Dus doe het op je gemak en dan straks zien jullie bij mij het eindresultaat terug. Nou, hier word ik dus blij van, want als ik hem doorkam, dan zie je dus alle kleuren.
kleurtjes zie je door elkaar. Kijk, en tuurlijk, hij is donkerder dan het model uit de Technical Guide. Maar hij zit zeer zeker nog in het seringengevoel, wat we dus veel gaan zien in de komende periode. Maar als we nu heel kritisch gaan kijken, want waar ik tegenaan loop, althans waar ik tegenaan loop, wat ik zie, dat zien jullie natuurlijk ook. Kijk, als ik mijn dolheid dan ga draaien, dan zie je hier een wat hardere lijn. Dat zijn twee oorzaken. Natuurlijk komt het door het knippen, maar vervolgens ook door de kleurplaatsing. Nou, dit is heel makkelijk verholpen om dat heel mooi in elkaar zacht over te laten blenden. Wat je dan doet, ik zal even draaien, is je pak het gedeelte vast daar waar het dikker is. En dan zie je hier ook een vrij botte punt zie je geknipt. Nou, wat ik dan ga doen is een gebroken lijn maken. Dus mijn schaar gaat er rechtstandig in en als ik erin ga, dan knip ik. Nou, dan op deze manier haal ik geen lengte weg, maar ik maak wel een gebroken lijn. Ik zal een paar passés doen en dan zien jullie precies wat er gebeurt. Dan maak je dus die lijn veel zachter en dan blendt hij mooi in de rest door. Kijk, dus dit is de volgende passé. Jullie zien weer, hij is behoorlijk dik. Je vingers zijn een paar centimeter lager dan het haar, want anders knip je in je vingers. Maar rechtstandig de schaar erin. Elke keer als je erin gaat, dan knip je. Dan doe je hem dicht en dan ga je er weer uit. En dit kan ik niet met mijn koepschaar, want mijn koepschaar die maakt de lijn wel dunner, maar die zorgt er nog steeds voor dat, dat de lijn wel blijft, zeg maar. Dus ik moet echt met een gebroken lijn moedig gaan werken. Dus je gaat er rechtstandig in en dan net zo lang tot die heel mooi soft overvloeit. Nou, dit is mijn derde. Dan laat ik hem zo naar beneden vallen. Dan gaan we even samen kijken naar het verschil naar links en rechts. Kijk, als je dan hier kijkt, dan zie je echt nog die hele harde lijn. En kom ik hier, dan blendt hij al wat mooier erdoor. Tuurlijk heb ik een kleurschakering erin zitten, maar hij loopt echt gewoon heel mooi soft door. Maar dit was dus de knip en de kleurtechniek. Ik zie dat ik bijna niet meer in beeld ben. Ik ben er bijna uit. Ik kom even terug. Ja, daar. Yes, ik ben er weer. Maar dit was dus het knippen en het kleuren. De tweede van de e-learning. En de volgende keer, dat is dus de week erop, dan gaan we het korte haar gaan we knippen. En dan ook een hele leuke kleurtechniek voor kort haar. Dus ik zie jullie volgende week. Doeg!